Hoi, Pureplay bezoekers. Hallo, yo gamers. Welkom bij Journey. Ik dacht dat het SSX Dry version of zoiets was. Extreme Hot Edition. Als je dat surfen hier ziet. Nee, inderdaad. En Trick Boost. Op de 1e maart, ironisch genoeg dan nog. In principe begint de lente pas de... Meteorologisch begint ze eigenlijk op 1e maart al, maar volgens... Maakt niks uit. Welkom bij Journey, maar mensen. Maar bon, het is ironisch, want ja, bloemen staan volop in bloei binnenkort. En wat spelen wij? Iets waar dat totaal... Vol zand. Voilà. Moet kunnen. Zand tussen de tenen, zand in de buildsplate. Overal zand. Overal zand. Journey. Ja. Maar heel mooi gemaakt zand. Ja, knap gemaakt, echt grafisch prachtig. Het coole van deze Pure Play, want het is nu heel speciaal op de 1e maart eentje uitbrengen, is dat dit spel pas binnen 2 weken uit is. Ja. Dus we zijn eigenlijk, denk ik, de eerste in de Benelux om jullie toch alvast een blik te geven van oneerder, als je nooit geziene scènes uit het spel. Gameplay-gewijs een beetje ook. En... Zeer exclusieve shit is voor jullie. Ja, dat is wel nice, hè. Ik zoek even eigenlijk intussen... Waar je moet zijn. Nee, hier. Tapijtjes. Slirten tapijt. Ja. Wie dat destijds de kick-offs heeft bekeken, die weet dat wij ook... Ooit is de beta gedaan. Ik ben zo ondersteboven van het spel. nee, dat we inderdaad... Zwanzinnig mooi. Dat we de beta hebben besproken. Hè. Ja. En dit speelt zich af vlak na de beta. En we zijn nog altijd eigenlijk onderweg naar... Ja, naar de zon niet, maar naar de berg. Dat is het eindpunt. Dat is het doel, zonder al te veel verder te zeggen, want je wordt ook eigenlijk zonder veel uitleg losgelaten. De mannen van Dead Game Company, want zo heet het bedrijf dus echt, geloof het of niet. Ja, dat was al in de beta, zodat we dachten. Oh, ja, die hebben Flow gemaakt en Flower in een recent verleden, en dan hebben we het over, denk ik, 3 jaar terug. En nu hebben ze dus Journey gemaakt. Waarschijnlijk omdat ze ook niet verder konden gaan op Flower. Flow, Flower. Wat gaat er dan nog verder? Flowery, maar dat klinkt dus niet. Het is Journey. Het is Journey. Ja, maar. En het slaat dus inderdaad gewoon op de reis die je maakt met dat personage naar de berg. En wat er in de berg zit, dat weet ik intussen al, want ik heb het spel al een paar keer uitgespeeld. Maar dat moeten jullie zelf maar weten. Anders heeft het ook geen zin om het spel binnen te halen. Voilà, natuurlijk. Er was nog een extra tapijtdingsje bovenaan daar. Ziet het? Linksboven. Ja, David. Ik ga dat wel snel grijpen. Is goed. Ik ga dat snel nemen. De controls, vrij makkelijk, hè. Springen. Niks van HUD, trouwens. Ik wil zeggen, het is eigenlijk allemaal... touch and go. Het wordt allemaal eigenlijk onderweg duidelijk. En er zijn maar een paar knoppen die nodig zijn. Springknop. Oh my god, hoe kon ik dat nu gemist hebben? Wow. Ik ga het nooit proberen, maar terwijl kan ik nog wat uitleggen. Ja, dat is mooi. Geef er maar een draai aan. Ik vind het toch mooi gered, eerlijk gezegd. Het is goed, jong. Het is goed. En we zijn weer weg. Voilà. Ziezo. Wat ik nog wil zeggen over Journey zelf. Er zit online play in. Ja. Online gameplay, vraagt je misschien af. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Wel, de mannen van Dead Game Company, die zijn er nu al bekend om... om iets speciaals te doen, iets uniek met een game. Dus ze maken niks competitief, ze maken geen shooters, ze maken geen RPG's of weet ik veel wat. Kan dit eigenlijk ook moeilijk onder één genre plaatsen? Ja, inderdaad. Als je dat onder genre... Eigenlijk... onder wat kun je het plaatsen? Geen idee. Denk meer onder... Adventure? Ja, adventure, maar dan echt in de pure zin van het woord. Omdat het echt een spel is waarbij dat de ervaring vooral telt. En dat geldt dus ook voor de multiplayer. Onderweg kan je dus in die levels andere spelers tegenkomen. Dus ook met dezelfde kledij, met diezelfde sliertjes. Dus met die speciale krachten ze dan bezitten. En je gaat ook nooit hun naam zien verschijnen. Je gaat ook nooit zien van dat is die persoon met die PSN-account. Dus dat komt er niet op. Het is pas op het einde helemaal, als je de journey voltooit, dat er een opkomt van companions met along the way. Dan komen die namen erop. Dat is wel leuk. Ja. Dus, ik zeg het nogmaals, ervaring. Die boogjes? Ja, dit is eigenlijk een trophy. Uit gewoonte blijf ik dat maar nemen. En hier, dat vind ik dus echt wel knap om te tonen. Check naar de glinstering op dat zand. Ja, dat is fantastisch. Het is een grafisch ongelooflijk prachtige titel. Dat hebben we destijds in beta ook al gezegd. Maar dit, dat kan ik moeilijk onthouden. Hè. Er wordt ook heel veel gespeeld met kleuren, dat gaan we straks nog tonen.
heel veel rood nu op dit moment. Slash komt er een beetje blauw tussen. Dat zijn zo de twee voornamelijke kleuren. Ja, maar ja. Je merkt ook wel dat het daar vooral om draait. Hè. Gewoon genieten van een spel. Niet echt competitief of willen winnen of zo. Gewoon doe je ding. En, ja, ziet bijvoorbeeld dat hier. Dat is, telkens als ik dit stuk opnieuw speel, dan zit ik echt te kijken. Kijk, hier vooral nu als je die berg afgaat. Zie dat fonkelen. Dat is echt goud, precies. Knap, hè? Ja. Ja. Ik vind het enorm chic gedaan. Het is jammer genoeg wel een korte titel, moet ik er wel bij zeggen. Ik had het spel uit op 3 of 4 uur. Er zit wel een beetje herspeelwaarde in de zin van dat er dus allerlei van die hieroglyphen, wel zo van die tekentjes zijn te vinden. Ja. Wow. Tumbling down. En veel meer om ook van de geschiedenis te kennen. Ja. Van dit personage, wat uiteindelijk de bedoeling is van de reis. Ook een heel groot geheim, heel goed bewaard ook door de makers van That Game Company. Ze hebben zelfs de pers nog ingelicht en gezegd van, je mag absoluut geen woord reppen over het achtergrondverhaal of de latere levels. Dat we dus niet gaan doen. Nee, we gaan dat niet doen. Het is, het moet echt zelf ontdekt worden, want ik moet intussen die mening wel delen. Ja. Dus ik ga hier wel even vooruit skippen, want bijvoorbeeld, hier komen we al veel meer te weten over het achtergrondverhaal en ik moet daar wel over zwijgen. Ja. Ik vind ook dat dat... het is al een kort spel, het verhaal moet echt beleefd worden op zichzelf. Maar ik kan nog straks even terugkomen en dan tonen we een stukje binnen, want we zijn dus nu... We bevinden ons in een soort van verlaten, onder zand gelopen stad. Ja. Zo kun je het vergelijken, je hebt het gezien bij het... Bij het naar beneden geleiden tussen al die ruïnes. Ik denk dat ik hier niks meer vind. Ik het ook niet. Dus ik denk dat ik... Tot straks dan, gewoon zeker. We gaan een stapje verder. Yep. Tot straks. Tot straks. De nacht valt. Hoi, welkom terug. Yep, de nacht is gevallen. We bevinden ons nu ondergronds. En dit is dan natuurlijk het blauwe dat hier een beetje primeert. De blauwe kleur. Van het maanlicht dat schemert op het zand dat hier binnen is gelopen. Nu, er wordt dus ook nooit gezegd van... Of er is nergens een soort van kompas dat zegt van, je moet nu naar daar gaan. Het wordt altijd heel subtiel aangegeven, zoals... Lichtgevende hoopjes, ja, altijd zo... Een beetje om je te gidsen van, die richting moet je uitgaan. Of een gebouw, heel vaag in de verte, dat je weet, daar moet ik dus naartoe. Ja. Dus het wordt altijd heel subtiel inderdaad wegwijs gemaakt. Yep. Maar... Eigenlijk vind ik het zo inderdaad zoals een spel moest zijn, zonder HUD. Een schooler, hè? Ja, wel, dus volledig. Voelt natuurlijker aan ook. Ja, je wordt niet inderdaad gedwongen in een richting. Dat is wel. Nu even over wat je allemaal kunt doen. Je ziet nu in de lengte van de cape. Dat in het begin start je met, wat is het? Een klein centimeter stukje cape. Heb je dat gemeten of zo echt? Effectief, ja, ongeveer. Om en bij. Dus nu is dat al een hele slirt geworden. En die bepaalt eigenlijk hoe ver. En hoe lang je kunt vliegen. Ja, of zweven. Of zweven, ja. Ik zal het eens nu demonstreren met dit. Zie, voilà. Het loopt leeg. Ja. En dan, als het op is, zakt je terug naar beneden. En kun je eigenlijk niet veel springen of doen. Nee. Kun je eigenlijk alleen maar stappen. Maar die vliegende sliertjes hier... Die laden nu terug op. Ja, als ze niet wegvliegen ze van mij. Wegvliegen, smeerlapjes. Ik ga ze pakken. En doorheen de levels kun je dus witte objecten verzamelen, die dus je lengte van je cape doen toenemen. Ja. En je komt dus ook nog ruïnes tegen met meer info opnieuw over het achtergrondverhaal. Ook over... Die speciale stof. Ja. Alles wordt daarin duidelijk gemaakt, maar opnieuw, dat is allemaal aan jullie om zelf te beleven. Ik zou nog wel graag willen in die tunnel geraken, want daar zat ook nog zo'n een symbooltje in, maar ik zal het laten liggen. Dus de bedoeling dat jullie ook die symbooltjes zelf gaan zoeken, voornamelijk. Ja. Anders verklap ik gewoon hier even alles. Dus er zit wel een beetje naar speelwaarde in. Neem dat als je het eens alleen speelt en met spelers online. Dan pak dat je dan misschien aan 10 uur in totaal toch komt. Dat is nu al redelijk. Nu zit je daar zonder springstof. Ja, ja. Springstof. Maar zonder springstof. Sorry. Kleine woordspeling daar, mensen. Kleine woordspeling. Hier vinden we terug zo van die stukken stof. Dat zijn precies algen zo. Ja, ik ging het juist zeggen. Dat is, dat moet een beetje zo dat symboliseren. En dat blauw, dat moet dan de zee voorstellen. Water, ja. Ze werken enorm veel met beeldspraak, vind ik wel knap gedaan. Ja, wel ja, ze leggen niet, weinig uit. Eigenlijk, stem is er niet in het spel, hè? Nee. Is er iets van stem? Niks van stem. Het is echt allemaal gedreven door muziek en subtiele geluiden. Niet, oh, ja, toch. Daarbinnen was iets, hè? Ja, ik weet het, ik ga hem laten liggen.
Oh, ik kon Xamma pakken. Ik zie je zo al lonken ernaar. Voilà. Nu ziet je het verlengen. Ja, yep, la, een stukje aangebreven. Voilà. Er zijn er veel meer om te verzamelen en ik heb ze intussen allemaal al gevonden. Ik kan bevestigen dat als je ze allemaal vindt, je een heel coole, unieke verrassing krijgt. Maar opnieuw. Dat moet je zelf allemaal weten, hè. Mom's the word. We gaan intussen verder. We gaan nog het even hebben over de prijs van het spel. Ja. Het komt op 14 maart dus uit, nogmaals. 14 maart en €15, dacht ik, hè. Ja, het is alleszins $15. En dan hier kwallen, schitterend. $15. En inderdaad, hè, $15. Het zal dus waarschijnlijk €15 zijn. Dat doen ze meestal toch. Het kan iets goedkoper zijn. Het is niet altijd dat ze gewoon de valuta aanpassen, wil ik zeggen. Dus het kan ook €12,99 zijn. Maar het zal minstens wel €10 zijn, in mijn ogen. Om en bij die prijs, zoiets. Ja. Nog geen score bekend, natuurlijk. Het spel komt maar binnen 2 weken uit, nogmaals. Exclusiviteit. Het is een enorm unieke pure play deze keer. Ja. Want we zijn er... op tijd bij is misschien zelfs nog een ander statement. We zijn er te vroeg bij. We zijn er te vroeg bij. Oké. Okay. Maar ik verwacht wel een score van in de 80. Ja, lijkt mij ook. Dat denk ik toch. Zoals ze zegt, redelijk kort, maar prachtig van omgevingen, van ja, knap, hè? Grafisch ontwerp. Echt, chapeau. Het is uniek gewoon. Het is chic gedaan. Ik zou hem elkaar... Hij is niet voor iedereen weggelegd, natuurlijk. Nee, natuurlijk, als je een shooter van bent, of echt niet voor die alternatieve games. Het spel draait echt puur rond de ervaring. Ja, ervaring, omgeving. Hier alles zo laten absorberen, even de sfeer en zo. Ja. Als je daar direct door wilt rushen, ja, dan heb je er eigenlijk niks aan. Nee, het is dat. Dus, wij concluderen, want het is nog altijd per slot van rekening een soort van videobespreking. Ja. Ik ga eens even teruggaan naar die algen nog. Dus, prachtig, prachtig ontwerp. Ja. Zeer leuke en aangename gameplay. Heel, dus makkelijk en intuïtief. Ja, gelijk dat gezegd, heel artistiek. Ja. Heel intuïtief, werkt allemaal heel vlotjes. Enige minpunt in mijn ogen is dat het nogal redelijk. Ja, daarbij samenhangend een beetje te kort misschien is. Maar het is een ervaring die je moet beleefd hebben, want het is denk ik nog altijd. Ja, het is een soort mijlpaal. De meest lang verwachte PSN-game van het voorjaar, ja. Toch? Ja. Ja. Journey exclusief voor de PS3. Binnen 2 weken verkrijgbaar. In de betere PlayStation Network. In de enige PlayStation Network. Toch. Sorry, ik raak niet meer terug naar die algen, dus we gaan doorlopen. We gaan doorlopen. Oké. Jongens, nog een fijne avond. Dag. Tot de volgende. Tot de volgende. Bye.